wil het eerst over de trits hebben. Want een tijdje terug werd het opeens gesloten. Heel veel mensen die werden opeens gebeld van je kan hier niet meer terecht, hè? Vereniging ook. Probleem met de lichtinstallatie, was dat niet voorzien eigenlijk? Nou, er wordt regelmatig worden er controles gedaan. En het stond, als ik goed heb, het voor dit jaar of begin volgend jaar weer op de rit of op de rol om gecontroleerd te worden. Maar ja, dan ontstaat er toch of is er toch iets ontstaan wat bij de vorige controle niet aan de orde was. Dat had te maken met elektriciteit. Nou ja, dan is het goed om snel daar actie op te nemen. Dus dat is gedaan en er is een tijdelijke voorziening getroffen, waardoor het toch weer open kon en in ieder geval gebruikt kon worden. En de structurele oplossing zal naar alle waarschijnlijkheid, na de zomer of voor het sportseizoen, getroffen zijn. En dan kan het gewoon weer regulier gebruikt worden. Ja, het was wel heel snel opgelost. Dat is wel fijn. Nou, dat is wel goed dat er dan ook snel gecommuniceerd wordt tussen gemeente en tussen de trits. En natuurlijk is het dan vervelend dat mensen even voor die deur staan, hè, want dat gebeurt dan wel, dat ze niet naar binnen kunnen. Maar volgens mij is dat goed opgepakt. Het kringloopcentrum gaat zijn eigen onderkomen kopen. Ja. Een pand van de gemeente. Hoe gaat zoiets eigenlijk? Ja, de gemeenteraad heeft een lijst vastgesteld van strategisch en niet-strategisch vastgoed. De locatie van het kringloopcentrum stond op de lijst niet strategisch vastgoed. En dat houdt in dat we als college dan de ruimte hebben, want zo stond het ook geformuleerd in het voorstel, de ruimte hebben om dat te verkopen. Dan moet er ook een partij zijn die wil kopen. Nou, in dit geval was dat zo met het kringloopcentrum. Dus dan ga je een proces in van taxatie en laat je door beide partijen laten het dan taxeren en daar komt iets uit. En daar zijn we uitgekomen en dat die locatie wordt dus nu verkocht. 500.000 las ik ergens. Ja, om en bij de 500.000. En dat is een incidentele voordeel wat we dan als gemeente hebben en dat wordt dan toegevoegd aan de algemene reserve. Dus wordt niet gebruikt om een tekort op te lossen? Nee. Kijk, het gaat in de algemene reserve en daar zit het dan in. En als de raad zegt op voorstel van of door een eigen amendement, we willen daar iets mee, dan is die ruimte er om daarvoor te gebruiken. Maar vooralsnog wordt het nergens anders voor gebruikt. En gaat het gewoon in reserve. Staan er veel panden op die lijst? Er staan aardig wat panden op die lijst. Ik weet niet exact hoeveel. En die lijst die kan ook fluctueren, want er kan op een gegeven moment iets ontstaan waardoor je hem van de ene naar de andere lijst schuift. Dus van strategisch naar niet strategisch of andersom. Het is niet zo dat we nu alles op de markt gaan zetten en alles in één keer verkopen. Zo actief gaan we er dan ook niet mee aan de gang. Maar het is goed om gewoon een beeld te hebben wat je als strategisch en als niet strategisch benoemt. Ja, we hebben het over kringloopcentrum en denk je toch aan hergebruik en zo. Van de week kreeg ik een mailtje van iemand en die zei van maandagmorgen lagen er zakken met plastic afval in de straat. Woensdag lagen ze er nog. Ja. Wat doe je in zo'n geval? Ja, binnenhalen zou ik zeggen. Maar, nou, dat lijkt me, als je merkt dat het niet opgehaald is, lijkt het me handig om het binnen te halen. Ik had dezelfde ervaring, wij hadden het ook buiten gezet. Het was ook niet opgehaald, dan hou je het binnen, want als je het buiten laat liggen, weet je zeker dat het gaat zwerven. En dan is het goed om gewoon eens even te bellen naar de RMN. Als het goed is, heeft iedereen dat mooie lijstje met de ophaaldagen, daar staat ook het telefoonnummer op. Of naar het meldpunt van de gemeente. En dan zal daar ongetwijfeld een antwoord komen wat de reden is waarom het niet is opgehaald. Maar mensen moeten daar ook wel zelf even het initiatief in nemen. Dat lijkt me ook heel goed, dat mensen daar ook even een eigen verantwoordelijkheid pakken. Nou, die plastic zakken, dat waait nogal gauw weg. In Etten-Leur hebben ze een proef gedaan met plastic afval. Ja. Dat mensen het zelf in konden leveren. Kregen ze geld voor. Ja. Of een bonnetje voor de supermarkt om het in te leveren. De gemeente die houdt dus het verschil, hè, wat ze zelf krijgen en wat ze uitgeven aan de bewoners, om de kosten te dekken. En dan denk ik, is het iets voor Baren? Ja, maar je ziet dat gemeenten door heel Nederland anders omgaan met afvalverwerking. En het omgaan van of het ophalen van afval. In Baren hebben we een vrij uitgebreid systeem. Er wordt vrij vaak opgehaald. In andere gemeenten is dat minder. Bij ons wordt het opgehaald, het papier bijvoorbeeld, door de RMN. Sommige gemeenten zijn dat vrijwilligers. Dus je ziet dat daar enorme differentiatie in is per gemeente. Sommige moet je betalen per kilo afval wat je inlevert. Sommige is het, zeg maar, het volume van een container. Dat is bij ons het geval. Dus daar zit ontwikkeling in. Er is een regionaal afvalbeleidsplan opgesteld door de RMN. De organisatie die voor ons het vuil ophaalt. Dus dat is ook naar de colleges gestuurd. Dat zal ook naar de toelichtingen komen bij de gemeenteraad.
En nou ja, wellicht dat daar een verandering in gaat komen. Er zit een nieuwe wethouder, dus misschien heeft hij daar ook weer eigen ideeën over. Dat zou zomaar kunnen. Dus daar ga je toch naar kijken van hoe kan je daar op een goede manier mee omgaan dat je milieuwinst haalt, dat is de ene kant. En aan de andere kant hebben we natuurlijk ook een bezuinigingsopgave. Dus misschien dat daar ook nog mogelijkheden in zitten door op een andere manier naar dat afval te kijken en op een andere manier mee om te gaan. Dat je daar ook een bezuiniging kan halen. Ik weet het niet, maar dat zal ongetwijfeld de komende periode aan de orde zijn. Er stond een bericht in de krant dat het burgerjaarverslag is verschenen over 2013. Het is wettelijk verplicht en het was gedaan door de burgemeester. Heeft het al klaar? Dit is hem. Ja. Dit is hem. En 2011, 2012, 2013 is hij gemaakt. Het is nu nog een wettelijke verplichting, maar de Tweede Kamer heeft afgelopen week of twee weken geleden een aanpassing, een verzamelwet, zoals we dat zo mooi noemen, aangenomen, waarin een aantal aanpassingen op de gemeentewet zitten. Eén daarvan is om de wettelijke verplichting van het burgerjaarverslag af te halen. Dat is volgens mij ingevoerd in der tijd bij de invoering van dualisme. Maar je ziet dat het toch altijd wel even zoeken is naar welke vorm ga je dat nou doen. En je ziet ook dat het, nou ja, het aantal mensen wat hem leest, echt actief, ook beperkt is. Ja, dan is het maar de vraag, moet je dat nou echt in een wet opnemen, dat je dat verplicht bent. Wat staat er eigenlijk in? Is het een jaaroverzicht of zo? Ja, wat ik erin zet, want elke burgemeester gaat daar weer anders mee om. Het is een algemeen verhaaltje van mijn kant. Er staat wat in over de gemeenteraad. Hè. Hoeveel voorstellen zijn er geweest? Wat voor type voorstellen zijn er geweest? Ik heb er dit jaar iets in gezet over de BOA's. Dat we wat strakker gaan handhaven op een aantal zaken. Daar zijn mensen niet blij mee. Ik heb een oproep gedaan om BOA's ook op een normale manier te benaderen. De mensen die in 2013 koninklijke onderscheiding hebben gekregen, worden daar nog even naar voren gehaald en de reden waarvoor. Een overzichtje van de criminaliteitscijfers zitten daarin. Een stukje over burgerparticipatie. Over de nota ruimte kwaliteit hebben we iets geroepen. En over de afhandeling van bezwaarschriften en klachten, dus de aantallen. Dus het is een beetje een cijfermatig overzicht van een aantal zaken, plus een oproep van bepaalde punten. En hij is te vinden op het internet, dus op de site van de gemeente. En hij ligt op papier in de hal van het gemeentehuis en hij ligt op papier in de bibliotheek. Dus je kan hem gewoon afhalen? Dus je kan hem afhalen als je dat wil en je kan hem op het internet vinden. Ja, en voor u de laatste keer waarschijnlijk. Ja, nou in ieder geval wel in deze vorm. Kijk, je blijft natuurlijk continu informeren over een aantal zaken. En ik denk dat het goed is om dat niet in een wet vast te leggen. Ik heb dat altijd, moet ik eerlijk zeggen, wat overdreven gevonden. Ja. Onlangs brandde in de ocrietfabriek. Het staat er heel lang leeg en er was al veel vandalisme. Er was brand, dus allemaal in paniek omtrent de asbest wat er ook was. Pas geleden ook die McDonald's-vestiging die er misschien wel niet zou komen aan de een. Ook aan de rand van Baren. Het zit precies op de grens allemaal. Mm-hmm. En dan denk je van, is er dan geen overleg? Ja, dat is er wel. Maar dat neemt niet weg dat elke gemeente toch wel zijn eigen autonomie heeft in wat hij doet binnen zijn gemeentegrenzen. En er is overleg, of er wordt iets verteld in ieder geval over ontwikkelingen waar men mee bezig is. Maar ja, dat wil niet zeggen dat ze dan ook precies doen wat de buurgemeente zou willen dat ze zouden doen. Ja, dat is de autonomie van elke gemeente. Nee, maar ik kan me voorstellen dat eens in de zoveel tijd dat de gemeentes wat zo tegen elkaar aanlegt, hè? Zo'n Soest heb je hier. Dat is sowieso. Dingen te bespreken. Dus we hebben sowieso eens in de zoveel tijd overleg met het college in de omtrek. Daarnaast zijn er gewoon reguliere overleggen op bepaalde portefeuilles, op bepaalde onderwerpen. Waar of de wethouders dat in hun portefeuille hebben, overleg over hebben. Of ik als burgemeester, dat kan gaan over openbare orde en veiligheid. We hebben een aantal bestuurlijke overleggen op het gebied van verkeer en vervoer, economische zaken, recreatie, toerisme, sociaal domein. Dat vindt allemaal in de regio Amersfoort plaats. Dus er zijn wel degelijk reguliere overleggen met elkaar. Maar er komt zoiets niet aan bod? Nou, niet alle concrete zaken komen aan bod. Als het gaat over de ocrietfabriek bijvoorbeeld, is daar wel al eerder in een eerder stadium ook door mij aangegeven richting mijn collega van, nou, wij vinden dat toch wel een groot risico, wat gaan jullie daarmee doen? Ik ben wel heel blij dat er nu daar een keuze is gemaakt en gezegd is van, nou ja, wij nemen het financiële risico, hè. De raad heeft dat in ieder geval, of het college heeft dat gezegd. En dat houdt dus in dat ze daar gaan saneren. Nou, dat geeft in ieder geval een hoop rust op het gebied van
veiligheid voor de inwoners van Eembrugge, maar eigenlijk nog veel verder, ook voor de inwoners van Baarn. Want als die wind verkeerd staat, is dat toch een risico wat je dan loopt met asbest. En dat wordt op deze manier gelukkig, gaat dat weg. Woensdag 11 juni debat in de Raad, hè, stond in teken van de jaarrekening 2013 en de perspectiefnota. Ja. Kunt u eens in het kort vertellen wat dat inhoudt? Ja, de jaarrekening is eigenlijk, kijk je wat terug naar het jaar daarvoor. Dat is een verantwoording van wat hebben wij nou afgesproken en wat hebben we daar nu voor gedaan en hoe is dat uitgepakt. Nou, daar hadden we gelukkig dit jaar een voordeel in zitten. Dat is prettig. Ook dat gaat dan weer voor een deel terug naar de algemene reserve. Dat is het terugkijken en de perspectiefnota kijkt eigenlijk vooruit. En dat is eigenlijk een soort voorloper waarin de Raad wordt gevraagd van geef ons als college nou wat richting in hoe wij de begroting, waar wij rekening mee moeten houden als wij de begroting op gaan stellen. We zijn verplicht om een sluitende begroting aan te leveren, op te leveren, een meerjarenbegroting. En dat is best een uitdaging, zeker in deze periode waarin we vanuit het gemeentefonds toch kortingen krijgen. En dan probeer je vanuit de Raad informatie te krijgen waarmee je rekening kan houden om die begroting op te stellen. Ja, we hadden het er al over, het is bijna vakantie. En Baarn heeft ook een eigen paspoort. Ja. Leuk. Ik heb hem er even bijgepakt. Dit is hem, voor de mensen die hem nog niet kennen. Het paspoort naar Vorstelijk Baarn. En het paspoort Vorstelijk Baarn is natuurlijk iets wat we al langer kennen. Dit is de derde uitgave, denk ik. Het is ooit ontstaan door de heer Van der Heijden. Hans van der Heijden is daar ooit mee begonnen. We hebben hem nu in een wat andere vorm gedaan. Dus mensen kunnen korting krijgen op een aantal, bij een aantal partijen die hierin staan. Krijgen dan ook een stempel. Dus dat is echt een paspoort zoals dat vroeger was, dat je een echte stempel erin krijgt. Je kan het kopen op een aantal plekken in Baarn. Dan is het de bedoeling om ook mensen door Baarn heen te krijgen, mensen te informeren over Baarn, want er staat ook informatie in over Baarn. Er staat een plattegrondje in. En dat allemaal in het kader van de promotie van Vorstelijk Baarn, en dat zal de komende tijd alleen nog maar meer worden. Hetzelfde geldt voor zo'n plattegrondje wat dan overal nergens te krijgen is. Dat is ook makkelijk. Dus dat is ook makkelijk. Het is leuk voor toeristen, maar ook voor Baarnaars natuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar het is met name gericht op toeristen. En ook met name gericht op zeg maar het centrum. Want ook niet heel Baarn is hier in sommige wijken zie je hier niet in terugkomen. Dat heeft niets te maken dat we die wijken minder belangrijk vinden. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar je ziet dat met name toeristen natuurlijk toch op dat centrum en op een aantal andere plekken. Dat het voor toeristen relevant is. Alles om maar meer mensen hier naar het dorp te krijgen. Zodat de economie ook op een goede manier weer kan blijven draaien. Ja, we hadden het er al over bijna vakantie. Ja. Gaat u al weg of duurt het nog eventjes? Nee, het duurt nog even voordat ik vakantie heb. Dus dan voorlopig ben ik nog even lekker aan het werk. Ja, en volgende week, drukke week? Volgende week een drukke week. Wat u al zei, het besluitende raad volgt natuurlijk. Ik zal even kijken wat ik nog meer heb. Wat voor spannende dingen volgens mij valt het volgende week al mee. Eens even kijken. De agenda. Wat heb ik allemaal? Dinsdag is altijd standaard. Hè. Dan is het het college, waar alle collegebesluiten vallen dan. We hebben een werkbezoek aan de Stichting Welzijn met het college. Om hun visie en ideeën over hoe om te gaan met welzijn door te spreken. Ik heb een bijeenkomst, dat is wel aardig, dat is een nevenfunctie die ik heb. Ik ben voorzitter van de Stichting Utrechtse Kastelen. En daar hebben we een brainstormsessie met een aantal mensen van het bestuur om te kijken van hoe kunnen we nou omgaan met al dat prachtige cultureel erfgoed wat we hier binnen Utrecht hebben. Veel landgoederen en kastelen. En hoe kunnen we als stichting daar actief in zijn. Dus dat is iets wat ik erbij doe. Verder allerlei werkoverleggen, daar heb ik maandag vaak voor ingericht met de G4 en met de gemeentesecretaris. Ik heb een afspraak met iemand die misschien het college gaat begeleiden in een tweedaagse, want we zitten natuurlijk met een nieuw college. Dan is het goed om ook een aantal zaken met elkaar even goed door te nemen. Ook wat te doen aan teamvorming, teambuilding.
Maar ook gewoon hele praktische zaken met elkaar door te nemen. Nou, daar heb ik een gesprek mee met iemand die dat wellicht gaat begeleiden. Een aantal kennismakingsgesprekken. Nou ja, kennismaking in ieder geval. Wat verdiepingsgesprekken met fractievoorzitters uiteraard. Een bestuurlijk overleg economische zaken, daar had ik het al over. En de aanstaande, even kijken, dat is donderdag. Dan gaat Ine Reiners stoppen. Oh, die neemt afscheid. En nou, dat is wel jammer, want die hebben toch van het begin af aan dat ik hier als burgemeester, als assistent, als secretaresse gehad. En nou, dat is dan toch wel weer een jammer moment op het moment dat je dan afscheid gaat nemen. Want ze gaat hele leuke dingen doen, ongetwijfeld, met de familie. Maar ik heb inmiddels ook wel iemand die haar gaat vervangen. Maar dat is wel raar moment. Ja, nou, ik zou zeggen, fijn weekend. En dank. Ik zie u na de vakantie weer. Dat lijkt me heel goed. Tot dan.